beste mensen. Daar zijn we weer. We hebben de kiekels binnen gehad. En op dit moment vond ik het achtergrondgeluid zo verschrikkelijk irritant dat we het gewoon eventjes op deze manier gaan doen. En op dit moment wil ik jullie uitleggen dat het toch best wel wat werk was om hem binnen te krijgen en hier een foto ervan. Ja, dat. En nu is de bedoeling dat in principe alles wat in mijn oude diepvries was, wat ik zo meteen ook in mijn handen heb, dat dat netjes in die koelkast gaat. Hij gaat even terug. Nou, en dan kreeg je nog een stukje uitleg over de verzending van ons diepvriesvoer. Hoe wij dit doen is, we hebben speciale isolatieboxen waarin het diepvries per 6, 12 of 22 verpakt wordt, als je het online bestelt. Je komt dan een coolpack bij te zitten, die pak ik hier ook eventjes uit de koelkast. En hiermee blijft het diepvriesvoer netjes koud en kan het veilig naar u verzonden worden. En dan gaan we nu meteen even de koelkast vullen. In dit geval met de pakjes bloedwormen. En dan heb je even snel een impressie van hoe de koelkast precies in elkaar zit. En hoe het levend voer erin staat. En we zijn bijna klaar met de rij in de tray te doen. En die tray die schuiven we dan in dit geval lekker in de koelkast. En dan nu even het eindresultaat van het werk wat we hebben verricht. Nou, dit is in principe de diepvrieskoelkast. Er moeten nog wat diepvriespakjes aankomen. Want deze rij moet er natuurlijk ook nog vol. Maar wat we momenteel dus hebben is de Tropical Quartet. De Mysis, de bloedwormen, de Krill Passiva, de Brine Shrimp. De Daphnia, Discus Menu, Cichlid Mix. En volgende week komt er nog meer aan. Ja, nog Tubifax en Cyclops en zo van Rito. We hebben ook spiering, mosselen. Hij wordt nog verder aangevuld. Dat even om kort samen te vatten. Het is gewoon zelfservice. De prijzen staan gewoon ook netjes op de diepvries zelf. Helaas is het zo dat wij online het diepvries niet per stuk verkopen. Maar daar begin je per 6, 12 of 22. Dat heeft te maken met natuurlijk de verpakkingen. Ik ga niet één pakje diepvries voor per verpakking doen. Want dat schiet niet op. Ja, dit is hem eigenlijk. Hij is mooi verlicht momenteel. Dus ik ben meer als tevreden. En ja, hopelijk dat hij voortaan uw diepvriesvoer eventueel hier kan komen halen. Dan wil ik u sowieso bedanken voor het kijken naar deze video. En tot de volgende. Doei!